ga ik dadelijk stempelen. Dat is de badvulkaart. Hallo allemaal en welkom weer bij deze nieuwe vlog. Het gaat de tweede adventskalender ronde worden. Maar voordat we daarmee beginnen, heb ik nog een leuke kerstknutselactiviteit op de planning. Dus kijk gezellig mee. Wat is de bedoeling? Ik heb hier witte papieren. Ik heb uitgeknipte kerstbomen. Die ga ik dadelijk op het blad plakken. Dan kunnen de kinderen met hun vingers allemaal stipjes op papier zetten. En dan halen we op het einde de kerstboom weg. En dan is alles met vingerkleurtjes, behalve de kerstboom. En dan kunnen ze de kerstboom nog zelf even versieren, de binnenkant, met potlood. Maar dan moet eerst het blad droog zijn. Ja. Dus dat gaan we doen, jongens. Ja. Dus we gaan vingerverven. Maar niet met vingerverf, maar gewoon puntjes zetten. Ja. Ja? Ik ga eigenlijk groen pakken. Ga je groen? Mama gaat even alles klaarzetten. Zo, maar je ziet Mara voor de helft. Maar dat geeft niet. Draai dan de camera toch. Mama gaat even wat dingetjes klaarzetten. Voordat we kunnen beginnen. We hebben doekjes in de buurt. We hebben plakband. We hebben verf. Ja. Ik ga dadelijk groen pakken. Mama, mag je ook mengen? Ik zou niet te veel mengen, want dan meng je vanzelf al mee als je de stipjes door elkaar doet. Ja, dat klopt. Wow. Dus je kunt alsnog wit gebruiken bij jou. Mama, die geef je eens niet dit. Nee, we moeten eigenlijk op het andere bord ook doen. Groen! Ik weet hoe je roze moet mengen. Rood en wit. Toch? Rood en wit. En dan moet ik even uitkijken, want niet dat het blad hierna kapot gaat. Ik moet het maar heel minimaal vastzetten. Ik ga daar eerst groen. Je moet proberen niet onder het randje te gaan. Maar alleen maar zo, weet je wel. Niet dat je dit opdeelt. Dus je mag de kerstboom wel een beetje, toch? Je mag over de kerstboom heen gaan, alleen moet je hem niet onder de randje, zou ik maar zeggen. Zal mama daar even voor doen? Ja. Zal nu al het ook weten. Zo ja, mij ook. Ja. Wij snoepen het wel. Een beetje. Dit is al heel lang. En dan is bijna klaar. Kijk hè. Mama heeft het niet klaar. Je kunt gewoon zelf weten hoe je dat doet, hè? Mama, mooi. Ook van mijn groene open laten. Ja, joh.
We hebben genoeg groenten. Ik ga altijd een paar pakken. Hoe doe jij al leuk? Nee. Nee, ik niet. Toch? Ik weet het niet. Mag je ook hier zo doen? Ja, dat mag. Oei. Mama doet eerst de randen. Ja, ik ook. Dat is handiger. Ik doe eerst de randen. Je kunt ook dan geel maken. Je hoeft niet per se groen. Dat is mama, toch mama? Je mag helemaal zelf weten hoe je dat doet. Ja, weet ik echt een andere kleur. Dan pakken we even een doekje. Ja. Iedereen heeft één doekje. Ja. Niet op je tekening leggen, dan wordt die nat. Ik doe een beetje even zo. Een doekje. Oh, ik wil even. Ja, ga maar op je knieën zitten. Hopen? Ja, ga maar beginnen. Ja. Blok 12. Kijk, Luan. Mama, ik moet nu dat doekje moet. Zo. Dat hoeft niet, ga maar gewoon verder kletsen. Ik doe een beetje blauw. Nog groen. Nou, ik denk dat we allemaal een heel eind zijn. Lekkere kleurrijke bende, hè? Ja. Oh, ik ga nu een balletje maken. Nou, nog even balletje maken en dan ruimen we de verf op, hè? Dan moeten ze drogen. Dan moeten ze drogen en dan kunnen we straks het eindresultaat zien. Laten ja, zien. Ik hoop heel mooi. Nou, dit is het eindresultaat geworden. Die is van Luan. Wie had er ook weer een blauwe boom? Diane, hè? Ja. Die is van Diane, van Neil, van mij. Maar dat was in het begin een beetje met afscheuren. Van het boompje was gescheurd, dus eerst van mij en van Boas. En van Jana. Wat we wel hebben geleerd is dat we het beter op hard karton kunnen doen. Want je ziet hier allemaal die plakbandresten. Dat was ook wel te verwachten, maar ik denk het zit er nog niet zo lang op. Het gaat wel. Dus de volgende keer doen we het gewoon op hard karton. Maar ik ben er niet ontevreden over. Ik vind het leuk geworden. Jullie ook? Ja! Nou, daar zijn we dan weer. Yes! De volgende ronde van de adventskalenders. Ja, weer 3 dagen, hè? Nummer 4, 5 en 6. Nummer 4, 5 en 6. Nou, Joya, ben je direct weer verwend? We beginnen met de koffie. Jij ja, zit al sorry. Klaar, hè, Joya? Dat zie je net niet in het beeld, maar... Dit is een mooie koffie. Finish. Dus 4. Beginnen we mee. En dit is een Jimoka Lemon Tea. Lemon Tea, een tea nog wel. Dus het is niet alleen koffie. Joja, is niet voor jou. Daar kom jij. En dan 5. Dit is een dynamite koffie. Een soort van espresso, geloof ik. Dat denk ik wel, zo klinkt het wel. Ja. Dat is hij. Espresso, hè? Ja. Eén streepje zit er al. 5. Ja, is één streepje, dat is espresso. Nummer 6. 6. Hoog in. 4. Is dat die lichtgele daar in het midden misschien? Ja, hier. Ik wil zeggen, die zie je heel raar. Ik zou eigenlijk zo. Ja, ik heb mijn bril ook niet op, hè. Tja, je zit dan met je dikke billetjes voor. En dit is een... Cookies. Dolce Vita. Cookies. Cookies. Cookies.
daar zitten we heel leuk bij. Ja, cookies, je ziet er niet op staan, maar het is echt cookies. Cookies, ja, dit is gewoon een oranje kipke. Ja, die van Dolce Vita, weet je wel. Maar wat het mooiste is aan deze is, in de kalenders wordt aangegeven wat het is en hoeveel je moet gebruiken. Dit was de 3. Ja, nou ja, zo in ieder geval. De kinderkalenders. Dan laat ik het wel zien en jij geeft het op je hand. Even kijken, 4, hè? Ja. Je kan de oortjes doen voor spek en bonen mee, hè? Die staan net in beeld. Ga ik tellen? De oranje. De oranje. Mentos, ook oranje. Yes. En pak weer 6. Als ik kan vinden. Deze vakjes gaan snel open, hè, uit zichzelf. Zo. Ja, ze scheuren te makkelijk open deze. Ja, ik moet alleen 6 hebben. Even kijken hoor. 15, 10, 7. Oh, hier. Hoe is het groot? En dit is een horloge. Dat is dus morgen om mijn stoeien. Dat is niet voor jou. Dat is niet voor jou. Dit was 6? Nee, wat komt dit? Oh, niet met de kinderen. Nou, heb je deze? Ja. Zal ik de fidget toy doen? Ja, pak hem maar. Ik ga deel. De fidget toy, die vind ik ook wel leuk. Ze blijft nieuwsgierig, ja. Oké, krijgen we 4. Deze. Ja, kleine beertje. Oké, plakt. Voelt wel lekker. Ja. Dit was 4. Vijf is een grote. Zal daar een poppet in zitten? Oké. Okay. Ik hoop het. Ja. Een poppet. Ritsel, ritsel, ritsel. Kijk. Oh, die kat die reageerde met spitse oortjes. Is dat Joya? Hoor je dan? Een baasje kijken. Ja. Joya, kijk eens. Dat baasje heeft een poppet. Zo eens even. Ken ze nog? Moet nog soepel horen, hè? Ja. Nou. Heel indrukwekkend ding. Ik haat toch wel. Leuk, en dan gaan we naar 6. Dat was 5. Dan gaan we naar 6. 6 is een kleintje. Little one, hè? Ja. Oké. Dit is eigenlijk hetzelfde als net, alleen dan een ander figuurtje. Dan gaan we een deertje en dan een eekhoorntje. Ja.
Ook zo'n squeezy. Squeezy, maar dan squeezy een klein ding. Ja, ik weet niet of ze deze nou hebben. Nee. Er is ons nichtje wel heel erg in thuis, hè? Ja. Die weten allemaal. Ja, dat klopt. Nancy. Nancy, ja. Nou, gaan we door naar de volgende. Dicht trekken. Wat leuk als dat. Zullen we nou de kat maar doen? Zullen we doen? Je zit wel lang te wachten al. Ja, ze zien ze net niet, of net oortjes. Ik sta niet op, je kunt het niet zien. Nee, dit is echt een verrassing. Oké, nou. Tjoeja. Nou, zoals ze zo bedoel. We gaan naar 4. En gelijk. Ja, zachtjes, zachtjes, zachtjes. Goed, zo schat. Zachtjes, 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 zachtjes. Au, au. Dan net. Kom nog meer, schat. Kom nog meer. 500. Nou, je zit in de gaten, hè? O jee. Ja, ja. Dit wordt jouw eerste, hè? Paté. Dit is een... Wat precies is het? De andere was een knabbelsnack met rijst, trouwens. Oh, sorry. En dit is een paté. Een patéetje, maar dan... Zal ik eens kijken of dat erop staat? Ja, doe maar. Ik kan het niet vinden. Het is een paté... Met volgens mij is het een hanenborstfilet of zoiets. Oeh. Een kattenpatéetje. Een flinke bak ook. Volgende. Oeh, nog één. Vlees. Dit is. Ook een hanenbos met rijst en met eieren. Ja, hanenbos met ei. Klinkt allemaal lekker, Joy. Ik heb niks mis gehad. Het is een blikje. Kijk eens, vrouwtje. Nou ja, weet je, dan krijg je nog hier van een snoepje. Ja, doe wat. Dat je nog een snoepje zou krijgen, hè? Ja. Ja. Nog eentje. Die wegzetten. Ja, doe maar. Waar was hij weer, schat? Doe er niks. Op. Alles op. Oké, dan gaan we naar deze ding. Duitse kinderbadspul. Ja, die is ook wel leuk, hè? Tinti, ja. Ik ken heel het merk niet. En nou denkt de kat gelijk dat het allemaal van jou is, hè? Dat is helaas niet. Oké. Dit is... Is dit al? Een zeepje, denk ik, hoor. Staat er niet op. Dit is een... Oh, hier zijn twee... Waterbom. Badpomp. Dat is gewoon een bruisballetje. Oh, waterbom, ja. Ja, ja Bad, beekvisser. Nou, dan gaan we door naar nummer 6. Yes, we zoeken. Weet je? Ik heb de doos iets omhoog gedaan. Hier, oh, goed zo, ja, Joya. Dat was deze. Dit wordt een. Oeh, dat is de badvulkaan. Ja, een badvulkaan. Hoe dat dan werkt. Ja, dat laten we op vakantie zien. Ja, je moet hem shaken, knippen. Je moet hem uitknippen. Zo. Dan moet je afknippen zo, dan moet je eraf knippen. Oh sorry, dan moet je eraf knippen zo. Dan moet je eraf knippen en dan komt hier water in en dan komt dat hier eruit. Mm. Zo werkt dat. Nou ja, dat laten we in ieder geval in het vakantiebad zien, want die is groter dan hier. Ja, moet ook doen. Ja. Erg leuk. Ja, dat lijkt me ook heel leuk. Ja, dat is sowieso een leuk kutje. Oké, dan zijn we weer bij de laatste. Kodo. Ik zal hem even bijpakken. Deze vind ik ook wel leuk. Even wat erin zit, hè? En de bakjes omdraaien. Ja. Oké, okay, nou. Is onderin. Ja, oké, okay, maar dit is Kodo. Daar hebben we een samenwerking mee. We zullen hier in de dingen. In alle adventskalendervlogs zullen hier onder de melding. Ja, oké, okay, melding komen. En er komt ook een code voorbij.
Die kun je invoeren, krijg je 5% korting. Nou, Joya, ga jij met je dikke billetjes aan de kant? Nou. Even kijken. Hier. Oké, dit is... Met Sint en... Ik weet niet wat het is, joh. Ja. Zeg je? Café. Koffie. Koffie of iets. Grappig. Koffie met iets erin. Ja. Is koffiepoeder. Oké. Nou, gaan we gelijk naar 5. Bovenin. Zo. Dit is een Bio Cashew Frigo RB. Ja, ja. Zo'n missie heeft zij nog iets. Een koek, iets. Cashew Frigo aardbeien. Ja, dat is gewoon een reep met aardbeien erin en cashewnoten, denk ik. Ja. Die kunnen we daar wel even proeven. Gaan we doen. Nu? Nou, zullen we maar eens gaan proeven dan? Ja. Met aardbeienglazuur. Aardbeienglazuur. Cashew en aardbeien. Dat is niet voor jou, schat. Dit is voor ons. Oeh. Nou. Oh, dat is gewoon zo'n lekker reepje. Dat is ook goed. Nou, dit is het. Nou, weet je wat we doen? Ik weet niet of ik een hele halve opkom. Een hele halve. Een hele halve. En dit is het. Machtig. Wel lekker. Ja. Het is wel lekker. Je proeft de arbeidmeester. Ja. De noot ook wel. Lekker. Ja, maar ik vind het machtig, ja. Nou, jij mag die niet, schat. Die ruikt mama gelijk op. Nou, dan naar nummer 6. Langwerpig, hè? Nou. Dan zit dan als goed zwaar. Oké. Nou, wat hierin zit. Wat is dit dan, joh? Mij is daarvan om bij het eten van die. Kijk hè? Bio-tofu met olijf. Ja, tofu. Dat is ook een tofu, dat is ook vlees of iets. Ja, dat is vervanger van iets, hè? Oké. Nou, moet je uitproberen dan, hè? Tofu met olijven. Nou. Voor ons is dat nieuw. Voor ons is het nieuw, ja. Ik zoek gewoon een lekker receptje er al bij, hè? Ja, vaak staat het ook wel bij hun, hè, op de site. Ja, bij hun op de site kun je ook heel veel recepten vinden. Ja, daarom, met dat... Ja. Ja, leuk. Ik ben benieuwd. Nou, dit was het dan, hè? Ja, dit was het weer. Nou, vonden jullie deze vlogje leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet hieronder te abonneren. En vonden jullie deze adventskalenders ook leuk? Reageer en geef een dikke like. Dat vinden wij leuk. Ja, hier is Joya, hier is het. Doeg!